Ja, jongens, de laatste spot van vandaag die zeker niet mocht ontbreken, want jullie hebben hier ook gedraaid voor jullie film Black, de Matongewijk. Waarom juist? Ja, Matonge, dat is echt een stuk Afrika in België en in Brussel. Mm-hmm. En dat is een wijk die hier al, toch wel even bestaat. En dat is gewoon hier, als je hier komt, dan snuift je de Afrikaanse sfeer. En dat is een heel, heel, heel speciaal plek in Brussel. En onze film draait rondom die bendes, die stadsbendes. Ja. En daarom moest Matonge ook een belangrijk personage zijn in de film. Ik kan geloven dat het wel niet makkelijk was om hier te draaien, om hier te mogen draaien, toch? In het algemeen, de mensen zijn hier super warm en open en ze helpen ons volle bak, maar er zijn altijd wel... Mensen die camera's niet graag hebben. Nee, hè? Ja. Dus, er zijn hier wel wat drugsdealers en die liefst geen camera op hun neus hebben. Dus, De enige manier om hier te kunnen filmen, dat was ook om met de lokale mensen echt maanden op voorhand te spreken en uit te leggen wat het verhaal over ging. En dat ze ons leerden kennen, waardoor dat ze er vertrouwen was. Ja, hebben jullie dan ook jullie verhaal aan de Cartiers moeten pitchen? Dan? Het is allemaal gebaseerd op dingen die echt gebeurd zijn. Ja. Dus vaak als we een verhaal pitchen, dan zeggen ze dat doet me denken aan dat wat er ook gebeurd is en al die dingen. Dus dat is wel heel herkenbaar. En ze vinden ook goed dat er zo'n verhaal eindelijk is naar het grote scherm, dat dan op het grote scherm getoond wordt. En... Dus jullie krijgen eigenlijk ook respect van hun dan op een manier? Ja, om te zeggen dat, weet je, soms kwamen we hier in de nacht draaien en het is niet altijd even chill. Ja. En er waren gewoon zes drugsdealers die ons beschermden. Dus een bende die ons aan het beschermen waren. En er was dan een andere bende die ons zou aanvallen. En onze bende vocht dan tegen de andere bende. Dus zo'n situaties komt hier wel tegen. En daarom wilden we Matonge hier filmen waar het effectief is. En niet gewoon ergens anders een straat pakken en dan met decor en figuranten dat we gaan aanpassen. We vonden dat echt authentiek moest blijven. En jullie houden jullie locaties heel realistisch. Getrouw ook, de Matongewijk bijvoorbeeld. Hoe zit dat dan met de cast? In Black het 16 personages zijn allemaal zwart Afrikanen en Marokkanen. En dat vinden in castingbureaus in Vlaanderen. Dat bestaat niet. Dus wat we moesten doen, we moesten gewoon op straat gaan en streetcasting beginnen doen. We hebben zelfs ons eigen castingbureau opgestart, Takuna. En dan heeft Nabil Mallet, de acteur van Image, heeft dan echt op straat mensen gaan beginnen zoeken op profielen. Maar niet enkel hier in Brussel, maar in Mechelen en overal eigenlijk in België. Zelfs in Wallonië en Antwerpen, Mechelen, Brussel. En uiteindelijk hebben wij 450 jongeren verzameld. En daaruit heb ik echt met iedereen gesproken en echt zo hun personaliteit leren kennen. En van daaruit hebben we dan drie rondes gedaan en de beste van de beste gekozen. En de 16 beste acteurs genomen en die zijn echt ongelooflijk. En ik denk dat die echt allemaal super getalenteerd zijn en heel veel charisma hebben. En hebben ook die authenticiteit en die realisme. Ja. En ook dat woordgebruik van de straat. Ze kennen ook dat wereldje. Ja. Dus, en ik denk dat was enorm belangrijk dat die cast... Want de film valt of staat door de cast. Ja. Hebben wij echt gewoon keihard op zitten zoeken. We hebben het al heel de dag over Black gehad. Maar waar gaat hij nu eigenlijk over? Dat is een Romeo en Juliet verhaal. Mm-hmm. Die zich afspeelt in de Cartiers van Brussel. Ja. Dus dat is een boekenfilming van Dirk Brakke. En dat gaat over een zwart meisje, Mavela, die in een bende zit. Van de Black Matongewijk. Bronx. Ja. En zij wordt verliefd op een Marokkaanse jongen van een bende van Molenbeek. Die 80. En voilà, dat is dan het verhaal van die onmogelijke liefde. Mm-hmm. Op de achtergrond van die bendes. Dus het is niet letterlijk Romeo en Juliet, maar dat heeft wel veel van die aspecten erin. Ja. In een moderne sfeer. Ja. En 11 november is 11 het zo. November. 11 november. Ja, 11 november. Shit van het millennium. Wow. Jongens, super bedankt om jullie kant van Brussel aan mij te laten zien. Het was echt top dag. Dank je wel. Hey bro. Dank je wel. Hey. Misschien Brussel al weten. Sowieso. Maar gaan we nu nog een drinken? Maar yes. Sowieso. Mijn cola kan wat staan. Ja. En zien. En zien.